Jezelf 30 kilometer lang helemaal de pleuris in fietsen. En dat ook nog eens achteruit? Klinkt als een of andere slechte 1 april grap. Niets is minder waar. Raïd gaat binnenkort 30 kilometer achteruit fietsen door zijn hometown Breda. Hij verdient er zelf geen stuiver mee, maar doet het allemaal om zijn steentje bij te dragen aan een betere wereld. Ja, want ik kwam van de week op de Facebook van Raïd Nesseem, een trouw volger van ons van de Social Club. Deze jongen heeft een leerachterstand, ADHD en is werkloos. Maar wel zoiets van, ik ga niet op mijn luie reet zitten, ik wil wat doen. Dus ik ga kijken, wie is deze jongen achter deze super vreemde, maar nobele actie. Hoe gaat het? Ja, goed, met jou? Ja, aangenaam. Raïd, waar zijn wij? We zijn vandaag in het Repair Café in Breda. Het Repair Café. Repair Café. Ja. En wat doen we in het Repair Café? Nou, het Repair Café is een plek waar je voor een kleine bijdrage al je spullen kan laten repareren. Zoals kleding, huishoudelijke apparaten, fietsen, noem het maar op. Om het weer een tweede leven te geven. Om het zo niet weg te hoeven gooien. Nou, dit is waar de mensen binnenkomen. Dit noemen ze een ontvangstafel. Mensen die iets te repareren hebben, die komen hier binnen. Dat is Wabe, die maakt elektrische apparaten. Hier is de fietsenmaker. Hier is Hensley, die maakt de fietsen. Maar er wordt dus echt alles wordt hier gemaakt zo? Ja, daar worden de kleren gemaakt. Daar zit een man die met computers bezig is. Dus, maar jij bent hier dan gastheer? Ik ben hier de gastheer, dus ik begeleid de mensen een beetje naar waar ze naartoe moeten. Ik schenk koffie in, ik maak een praatje met de mensen. Maar wat heb jij nou bedacht voor het Repair Café? Want jij vond dat ze iets extra's nodig hadden. Ja, nou, ik doe ieder jaar iets geks voor het goede doel. Zo heb ik vorig jaar 80 kilometer achteruit gelopen. En dit jaar ga ik op 1 april 30 kilometer achteruit fietsen voor het Repair Café. Wat is dat met achteruit? Waarom achteruit? Het is eigenlijk zo gekomen, ik zit zelf in de bijstand. Mm-hmm. En ja, ik kan op mijn luie reet gaan zitten en denken van, ach, iemand betaalt mijn uitkering en dat zal allemaal wel. Waarom zit je in de bijstand? Ja, ik zit in de bijstand omdat ik een jongeuitkering heb. Okay. Dus een soort verstandelijke beperkingsuitkering. Mm-hmm. En daarom zit ik thuis. Maar ja, je kan ook zeggen, je gaat op je luie reet zitten, je doet niks. En een ander die betaalt je uitkering. Maar ik heb zoiets, ik wil iets voor de maatschappij betekenen. Hey, maar om dus aandacht te krijgen voor de actie, gebruik je heel veel social media. Ja, social media. Waar moet ik aan denken? Facebook, Twitter, mijn website. Je wordt op een dag wakker en dan denk je, oké, vanaf nu ga ik alles achteruit doen. Vorig jaar dan achteruit gelopen en dat voelde zo lekker dat ik ermee door ben gegaan. Achteruit lopen voelde lekker? Ja, dat voelde veel lekker als vooruit. Dus wat voel je dan precies als je achteruit loopt? Nou, het voelt vooral heerlijk bij mijn kuiten en mijn enkels. Ja, voor mij voelt het net als vooruit, alleen ja, voor mij is dit vooruit. Zo lijkt het. Hey, we zijn nu even in het bos, we gaan even oefenen. Ja. Maar we gaan wel even lachen hoor, kijk nou. Die mensen gaan gewoon vooruit. En ik ga achteruit, hè. Dit is fietsen hoor mensen, dit is achteruit is dit. Zo hoort het, hè. Dit is wat het is. Het is makkelijk wat u doet. Hey, maar waarom? Achteruit. Wat is er precies met je aan de hand dat je echt achteruit moet? Ja, het is, op dit moment is het wel een kick om achteruit te gaan. Een kick? Ik voel het echt als een kick. Ik heb vorig jaar natuurlijk achteruit gelopen en toen voelde het ook al als een kick. Iedereen die tutert even, ze klappen, ze maken foto's. Ja, dat is gewoon ook een kick natuurlijk. Hè. Je wordt door iedereen aangesproken. De ene zegt van, ben je gek? Of wat is die nou weer aan het doen? En als je dan uitlegt waarvoor je het allemaal doet. Ja, maar ben je gek, denk je? Dat mensen dat vinden? Nou, ik zie mezelf niet als gek. Nou, ik zal nou eens even op mijn allerhardste achteruit gaan. Doe het. Ik zou zeggen, probeer me bij te houden. Nou, kom op, ik. Werken met die kuiten. 30 kilometer er even in 10 minuten doorheen pompen hier zo. Ja. Het lijkt alsof ik een soort gaaf heb om te kunnen fietsen of lopen achteruit zonder dat ik hoef te kijken. Dat gaat puur op een gevoel? Ik voel op een soort gevoel als er bijvoorbeeld stel dat er nu een auto achter me zou staan, dan voel ik gewoon, krijg ik een soort signaal in mijn hersenen door van, oh, je moet even omdraaien, want er staat een auto. Ook wat voor auto het is? Nee, dat niet. Dit wordt een lastige. Ja. Gaat dit lukken? We zullen het proberen, hè. Maar voor alles is een eerste keer, hè. Ja. Kijk, dat ging nog net, hè. Het is al bijna 1 april en er wordt gewoon nog hard getraind hier achter mij. Achteruitfietsen.nl als je deze jongen wil helpen voor de 30 kilometer. En succes, hè. Komt helemaal goed, hè. Bedankt.